Twee weken terug heb ik reeds aangegeven dat er een dalende trend met hoopvolle cijfers is. Deze trend zet zich verder voort. Hierdoor kunnen wij het pad naar verdere normalisatie gestadig voortzetten. De vorige week hebben we een gemiddeld aantal van 3 besmettingen per dag gehad. Nochtans is elke besmetting 1 te veel. We kunnen nu spreken van sporadische, oftewel clusterbesmettingen in Suriname. Wij moeten dus alert blijven, aangezien meer dan 90% van onze bevolking nog geen immuniteit heeft tegen het coronavirus. Met andere woorden, een grote uitbraak zoals in Europa gaande is, kan Suriname overkomen als de bevolking de maatregelen niet meer naleeft. Zoals u ziet, vertoont de curve nog steeds een positief beeld. We zijn als land nu officieel geclassificeerd als een gebied met code oranje. We zijn daardoor steeds meer op ons gemak. Laat het gemak echter niet overslaan tot nonchalance. We zijn er nog niet. We constateren nog steeds een toename van meldingen over feesten, maar ook clubs die open zijn en waar er massa's mensen op afkomen. Dit moeten wij nu met z'n allen vermijden. Ik herhaal hierbij de woorden van de president. Nee, we kunnen nog niet uitbundig feesten. Nee, die warme brasa's moeten nog even uitblijven. Ja, het is uw plicht overtredingen te rapporteren. Ja, u zult de sociale controle moeten uitoefenen. COVID-19 is nog niet voorbij. Landgenoten, de algemene COVID-19 maatregelen blijven van kracht. Draag uw mond- en neusbedekking. Voortschrijdend inzicht leert dat dit niet nodig is voor kinderen onder de 12 jaar. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, ofwel de COVID-afstand, ten alle tijden in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. De dalende trend van infecties is de motivatie om de maatregelen enigszins aan te passen. Vanaf maandag 23 november tot en met zondag 6 december gelden de volgende maatregelen. Maatregel 1. Het uitgaansverbod wordt gewijzigd naar 11 uur in de avond tot 5 uur in de ochtend. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2. Geen samenscholing van groepen groter dan 30 personen. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er helaas nog steeds geen dispensatie worden verleend. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan met inachtneming van de volgende voorwaarden. Het aantal toegestane aanwezige personen wordt bepaald door de beschikbare capaciteit van de desbetreffende ruimte. De maatstaf is gesteld op niet meer dan 1 persoon per 5 vierkante meter tegelijkertijd. Maatregel 4. Recreatieve sportactiviteiten in de buitenlucht mogen normaal plaatsvinden. Dit evenwel zonder scheidsrechter en of toeschouwers. Onverkort blijft van kracht dat sporten met intensief contact nog niet zijn toegestaan. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. Bordelen, bars, nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke blijven gesloten. Er zullen sancties volgen indien genoemde plekken ondanks het verbod toch open zijn. Maatregel 7. Restaurants en andere commerciële eetgelegenheden mogen uitsluitend ten behoeve van afhaal of bezorging open, tenzij zij beschikken over terrassen in de open lucht. Verder zijn opengesteld markten, recreatieoorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden, kansspelkantoren, sportscholen, yoga, dansscholen, aerobics, zumba en sport- of fitnesscentra. Contactberoepen zoals de fysiotherapeuten, kapsalons en barbershops. Dit alles volgens de geldende protocollen met inachtneming natuurlijk van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 8. De grens via de lucht wordt per 23 november partieel geopend voor personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen
specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. De detailinformatie wordt verstrekt aan de desbetreffende actoren in de luchtvaartsector. Het mag duidelijk zijn dat de regering u in de gelegenheid wilt stellen om op een veilige, nog verantwoorde wijze buitenlandse trips te maken. Dit natuurlijk conform de protocollen. Daarom vraag ik u zich zo omstandig mogelijk te laten informeren indien u plannen hebt om te reizen. Maatregel 9. Vluchten naar het binnenland worden slechts ondernomen onder naleving van de geldende luchtvaartprotocollen. Maatregel 10. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuis blijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. De regering doet een dringend verzoek op de reizigers om de quarantainemaatregelen heel serieus na te leven. Dit ter voorkoming van sancties